Hoi allemaal. Vandaag een blog online en dit filmpje plaatsen we ook op onze nieuwe inspiratiemail. En dat gaat vooral over wat doet beeldhouwen nou voor je? En om dat te vertellen, ga ik even vertellen wat het met mij doet. Beeldhouwen dat gaat zo diep, lichamelijk en geestelijk. Beeldhouwen gaat door je lijf. Het laat je voelen, het laat je rust nemen. Hard werken, moedig zijn, af en toe ook even afstand nemen. Misschien soms zelfs even een beetje parkeren. Doorzetten. Nee, met je ogen dicht voelen wat de steen wil. En je volledig over kunnen geven aan wat die steen in zich heeft. Beeldhouwen is de afgelopen 10 jaar echt mijn leven geweest. En nog steeds. Ook daarvoor was ik al wel bezig met beeldhouwen, echt als hobby. En mijn bedrijf startte ik vanuit de stichting. Zoals je dat misschien wel weet. En heel veel workshops later in die 10 jaar voelde ik echt dat dit zo mijn missie is. En het is niet alleen was, maar dat het nog steeds heel erg is. En ik voel dat het overbrengen van mijn passie voor beeldhouwen, mijn liefde voor het ambacht van beeldhouwen nog groter heeft gemaakt. Het is bijna onmogelijk, maar het is nog groter geworden. En door enorm veel te doen, enorm veel te leren, echt de diepte in te gaan en echt voor het vak en voor het ondernemer te gaan, merk ik dat het een enorme reis is geweest. En een reis waar ik nog steeds heel erg in zit. De afgelopen jaren zijn echt bizar geweest met grote hobbels en diepe dalen en alles ertussenin, heel veel blijdschap. Maar ik weet ook dat mijn beeldhouwer daar enorm mee ja, is geholpen, wederzijds. Dus ik krijg er mooie beelden van die reis. En het brengt mij heel veel. Het opent mijn ogen. Mijn geest gaat open om anders te kijken naar situaties. Door beter te voelen, te luisteren naar mijn lijf. Even buiten die box te denken. En het maakt mijn missie makkelijker en ik word er moediger van. En dat allemaal in die steen. Dus die geeft je een soort reflectie, zoals je uit moet zien. En dat is iets wat ik eigenlijk nog wel veel meer wil gaan vertellen. Wil je daar nou meer van weten? Meld je nou even aan voor mijn inspiratienieuws. Die staat in op mijn homepage. Ga naar www.simonevanos.nl of even naar de link in bio. En dan vind je daar alles. Ja, dan krijg je een pop-upje. En dan hou ik je op de hoogte wat het met mij doet, wat het met mijn cursisten doet, wat het met mijn deelnemers doet en wat het ook jou kan brengen.